We zijn hier in Avenue, de meest exclusieve sneakerstore van Antwerpen. Smos, jij werkt hier. Wat is nu precies het concept en het verhaal van Avenue? Het concept van de Avenue, ja, wij zijn ten eerste wel een sneakerstore, mm-hmm. maar we hebben ook de kledij die erbij past in mm-hmm. feite en al. En heel exclusieve dingen. En dat zijn dus sneakers. Je hebt die maar bijvoorbeeld 1,43 van of zijn er ja, meer? Ja, dikwijls is dat zo. Van die special editions zijn dat altijd heel gelimiteerde hoeveelheden. Ja, want ik zie hier nu ook mensen buiten staan wachten. Is dat voor een nieuwe special edition? Of? Ja, inderdaad. Dat is dus voor de Adidas Kanye West, ja? De Yeezy Boost. En die staan hier dus al van maandag en de release is zaterdag. Dus dat is kamperen. En iets gevonden, boy? Oh, ik weet niet, dit is Jeske van Adidas. Ja. Van Pharrell Williams lijkt me dat niet. Oh, goed. Ik vind het schoon, ik vind het wel iets hebben. En? Zodra. Niet te duur? Nou toch. Prijzig genoeg zeg. Heb jij zo iets heel duur qua kleding thuis hangen? Dat je zo... Eigenlijk echt totaal niet. Ik ben meer zo, ik hou wel van mijn basics. Mm-hmm. Maar eigenlijk de reden waarom ik altijd naar hier kom, is omdat je echt ja, exclusieve schoenen hebt die je nergens anders vindt of zo. Dat vind ik wel goed. En ja, van de kledij, dat koop ik hier minder snel. Maar ik vind het wel leuk om rond te kijken om zo wat ideeën op te doen. Wat zou jij nu zeggen zo van first pick? Goh, ik vind die Puma discs wel heel vet. Mm-hmm. En die Reeboks heb ik recent hier komen halen. Ja. Een pumpsysteem zonder veters, dat is voor mij ideaal. En dan is dat dan gewoon voor in het dagelijks leven ook, vooral als je gaat optreden? Vooral het dagelijks leven, want als je schoenen aan hebt die zonder veters zijn, dan trekken ze wel snel uit als je gaat stage diven. Dat is wel dat is een goede tip. Dat is een goede tip. Als je dan hier verder gaat, naar rechter in de winkel, heb je nog Lockwood. Ja. Dat is echt zo gefocust op skaten. Ik hou het meestal tot in deze winkel, maar je kunt er altijd eens rondkijken voor zo'n leuk t-shirt of zo. Voor erop te matchen dan.